Ja, ik lig er even. Heb je het om in af te stemmen met het doet hier? Weet je, om daarna naar de behandeling. En mijn dochter is mee, die kijkt ook even hoe het gaat. Ja. En hoe het allemaal werkt. Daar hebben mijn probleemgebieden, hè, Suketia? Ja. Kleine probleemgebieden. Ja, kleine probleemgebieden. En nou ja, nu zijn we dus bezig. Vorige week waren we in de, zeg maar, de lymfe en de drainage. Ja, drainage. Bezig. Van, eventueel te veel vochten in je lijf. Om ook de behandeling, de verdere behandeling te voorbereiden. Ja. Dat je lichaam inderdaad eerst te veel aan vochten, eventueel aan te veel aan vochten, eerst draineert. Ja. Zodat je beter bij het vet kan komen. Ja, ja, dus dat hebben we dan nu gaan. En nu zijn we dus eigenlijk bezig met vet afbreken. Afbreken. En dat voel ik ook wel, want het is wel stevig, hè? Je voelt meer dat het is behoorlijk. Dat je huid wordt en het is roze hier, want ik zie het ook. Zie je dat ook, Roxanne? Ja. Ja. En de doorbloeding wordt verbeterd. Even zien. Dus dat is ook mooi, want alles wordt compact, want dan heb je vaak. Als je veel vet, maar dat is bij je moeder dat valt nog mee, maar bij sommige mensen is het heel compact en heel hard, dat huid, omdat dat vet is een beetje verkleefd, weet je, gecomprimeerd, dus je moet door deze behandeling het huid, de vetcellen een beetje losmaken, je huid losmaken, soepel maken, zodat je inderdaad verder kan in je huid kan komen. Ja, dat je dichterbij kunt komen. Ja, kunt komen. Maar dat is verschil, voel je ook wel. En dan gaan we de beelpartij. Ja. Dus dit is hier voornamelijk gemodelleren. Ja. Dus Roxanne, je ziet het ook echt wel rozig worden. Dus zo flink. Ja. Ah, maar dat voel ik ook wel. Het doet niet pijn, dat niet. Maar je voelt het wel. Ja, je voelt wel dat je huid wordt flink gemasseerd, zeg maar. Nou, dat kun je inderdaad niet met de handen. Dat is niet te doen. Dan met de hand? Ja, dat is ook keer. Maar het is heel zwaar, hoor. Ja, maar als je kan met heel veel mensen moet doen, dan kost je het heel veel kracht. Ja, dat kost je heel veel kracht. Dan ben je aan het eind van de dag. Nu is het, zoals je het heel mooi zegt, een stukje mechanisch. Ik laat het even zien. Maar is zo'n behandeling ook wat voor mij? Ja. Want het is vanaf veel. Ja. En hier 5 keer in de week, zeg maar. Ja. Best wel veel. Ja. Wat doe je voor sport? Cardio en krachttraining. Sport. Ja, dat is een mooie combi. Ja, mijn dochter sport inderdaad heel veel. Ik zou wat meer mogen sporten. Ja, je zou ook met je dochter mee gaan. Ja, ik ga ook mee, maar ik vind het behoorlijk zwaar. De eerste keer had ze mezelf getraind. Ja, zij is gewend, hè. Ik heb een week lang moeite gehad met bukken. Echt hardnekkige plekken, zeg maar, tussen mijn benen. Want ik ben ook wel gewoon slank, maar ook ja. Ja, heb ik zo'n dat ik niet wegkrijg. Al jaren niet. Ja, dat is inderdaad een bekende zachte plek. Slecht. Maar je huid is daar ook heel zacht, hè? Ja. Dus dan is het ook moeilijk om daar veel stevigheid te krijgen. Maar daar kan je ook, zeg maar, komen. Ja, daar kan je ook. Ja, en daar komen we bij de benen. Met een zachte behandeling. Echt wel wat cellulitis en hier wat verdikking. En daar zijn we mee bezig. Volgende gaan we nu naar de andere kant. Ja. Je zou meer spieren moeten ook, hè? Je bent daar bezig. Ja, ja. Voel je het verschil al? Nee, maar ik voel dat je meer spieren zou hier. Dat beter zou zijn. Ja, maar weet je, voor billen bij vrouwen, op een gegeven moment moet je gewoon trainen. Ik krijg gewoon te horen dat ik geen goede bilspieren heb. Ja, maar kijk, ik kan wel versterken, maar ik had 2 weken. Dat had ik ook op, hè? Dat moet jij zelf doen, mama. Ja, dat moet je wel zelf doen. Zag je hoe mijn dochter aan me wees? Ja, maar ik doe het al. Ik heb gisteren ook weer hip and tie gedaan. Ja, maar je moet weer... Eergisteren hip and tie gedaan. Ja, maar mama, dat moet je 1,5 jaar volhouden. Ja, maar wat ga ik doen? Dan kunnen we het opvullen. Dan wordt het mooi strak allemaal. Ja, weet je. Ja, precies. Je moet het van binnenuit ook. Ja. Maar ik ben bezig. We doen alles tegelijk. Awesome. Ik ben zo moe geworden van de week dat ik gewoon 's middags in slaap viel. Je moet rust nemen, hè? Ontspannen. Ja. Want als je dat niet doet, dan ga je op de verkeerde kant. Dan ga je weer vet opslaan. Wel leuk dat ze mee is. Nou, we houden het even zo.